De nieuwste NC The Magazine staat in het teken van niks meer zelf doen. Want zeg nou zelf, hoe lekker is het om alles uit te besteden aan apparaten en gadgets. Misschien wel een robot. Misschien heb je over een paar jaar wel een robot voor alles. Heel fijn, maar toch denk ik dat het fijn is om het meeste zelf te doen. En als je dan fijne tools hebt, dan denk je soms, waar is het voor? Wat zijn het? Hoe werkt het? Wat moet ik ermee? En waarom gaat het stuk? En vandaag krijg ik een aantal gadgets voor mijn neus waarvan ik niet weet wat het is, denken zij. Dit is voor je gezicht. En ja, als het net is gebruikt voor een ander gedeelte van je lijf, dan is dit super vies wat ik nu doe. En dit kan je dus ook niet nabootsen. Hoe lekker mijn man bijvoorbeeld kan masseren of zo. Dit kan je niet nadoen. Een facial cleansing brush. Facial cleansing brush. Haha. Volgende. Wat is dit voor vies? Wat is dit? Hé? Dit is heel zacht. Heel glad. Nou, het is niet iets om in te brengen. Hè? Maar ik heb geen idee. Je kunt het gebruiken in de keuken. Oh, ja. Nee, maar ik sta natuurlijk nooit in de keuken. Ik hou niet van koken. Dus ja, ik weet het niet. Wat is het? Het is een groente- en fruitvershouder. Het is een groente- en fruitvershouder. Ik denk wel dat ik dit ga kopen, ja. Ja, of niet hoor. Ik kan het net zo goed niet. Het is leuker dan een tupperwarebakje. Het is een speeltje voor een kat. Of het is een theezeef. Of je bewaart je stuiterbal erin. Maar ik denk dat je er iets in kan doen. En dan gooi je hem in je drankje. En dan komt er toch iets uit. Is het voor een thee? Het is een fruitinfuser. Het is een fruitinfuser. Ja, dan doe je er fruit in. En dan gooi je hem in water. En dan infused het. Very infusing. Dit is voor je fiets. Holy moly, het is gewoon een naald. Hé? Wacht eens even. Voor in de keuken. Ik dacht eerst nog even, als je een pukkel hebt, dan is het een soort gereedschap. Dan prik je hem eerst door en dan zuig je hem leeg. Misschien om te garneren of zo? Om cakejes mee te versieren? Het is een eggblower. Die steek je dan in een ei en dan zuig je het eruit. Maar je kunt er ook een man mee steriliseren.